En we hebben bedacht van wij gaan een stukje aarde, vruchtbare grond eigenlijk, optillen tot aan de zeespiegellijn. En dat vertelt eigenlijk in één oogopslag het verhaal van Flevoland. Het meest trots erop ben ik dat ik dit gebouw mag neerzetten. Een uniek gebouw waar ik nooit geen tweede meer van zal maken. De Floriade is natuurlijk de provincie hier in Almere op een bijzondere plek. Wij weten ook dat er heel veel buitenlandse mensen komen kijken. Het lijkt ons interessant om te kijken van hoe kunnen we aan de ene kant de ambities rondom duurzaamheid die ook geambieerd werden door de provincie combineren met het verhaal van Flevoland. Dus wij hebben gepoogd om op een heel klein oppervlak met één sterke gebaar een iconisch gebouw neer te zetten. Die ook alle thema's rondom de Floriade aanraken. Het is uniek in de zin dat wij op een vrij expliciete manier omgaan met duurzaamheidsthema's. Twee eigenlijk staan centraal in het paviljoen. Aan de ene kant circulariteit. Dus vertaald naar de bouw is dat circulair bouwen. En die andere is biobased materialen. Dus wij proberen zoveel mogelijk hernieuwbare materialen in de pand toe te passen. Die twee verdiepingen zijn heel verschillend. Dus de onderste niveau, dat is met name materialen die transparant of reflecterend zijn. Ook omdat we daar onder de zeeniveau zijn eigenlijk. Dus wij wilden dat eigenlijk ook terug laten komen in de materialisering. Op begane grond kiezen wij voor zoveel mogelijk producten die circulair zijn. Dus die aansluiten op circulair bouwprincipes of de circulaire economie. Bijvoorbeeld de betonnen vloer die wij op de begane grond toepassen. Je moet denken aan het feit dat oud beton grondstoffen in zich heeft. Dus in wezen nemen we hier oude grondstoffen weer in. En hoeven we dus niet meer te delven naar virgin nieuwe grondstoffen. Dus dat is de eerste winst. Nou is de grootste winst is eigenlijk het cementdeel. Bij productie van nieuw cement, virgin cement, daar komen heel veel CO2 komt daar vrij. En bij het hergebruik van cement, ja, komen die dus niet meer vrij. Die zijn al een keer geproduceerd. En kunnen we dus echt een tweede leven geven, en zelfs een derde leven, in een betonproduct waarbij de belasting op het milieu vele malen lager is dan traditioneel beton. En dus wij proberen ook zo weinig mogelijke materialen toe te passen. De kolommen zijn op die vloer bevestigd met droge verbinding. Dat is met bouten. Dat houtconstructie die zweeft, dat wordt ook met droge verbindingen aan de kolommen verbonden. Waardoor het geheel ook demontabel is. En dat zie je eigenlijk nu ook in de bouw. Het gaat super hard. Alles komt eigenlijk prefab op de bouwplaats aan. Dus dat betekent dat het in kant-en-klare brokken hier op de bouw in elkaar gemonteerd wordt. In 3 weken zetten we eigenlijk hier nu een volledige ruwbouw neer voor dit gebouw. Dat is gewoon razendsnel. Dus als je hier binnenloopt, wat je ziet, het hout wat hier zit, de afwerking van het hout, is allemaal ook gewoon eindafwerking. Er komt nog een laklaag overheen en dat is het. De vloer die we nu mogen storten in Almere is zo uniek omdat het een combinatie is van gerecycled beton en oudgebakken materialen en miscanthusgras. Dat is nu voor de tweede keer dat we dat zo mogen toepassen. Maar in deze combinatie is het echt de eerste keer, voor zover wij weten, in Nederland en ook daarbuiten. Die hele houtverdieping, dat is met CLT, dat is cross-laminated timber. Door verschillende laagjes in verschillende richtingen op elkaar te lijmen, dat je meer krachten kunt opnemen met hout, dat het hout daardoor sterker wordt. En daardoor ook veel beter toepasbaar wordt voor hoofddraagconstructies bijvoorbeeld. Het mooie is dat in dit pand, net zoals wij hebben geworsteld met de vraagstuk over circulariteit en over biobased bouwen, worden straks ook in dit pand geworsteld over de vraagstuk over wat is nou een duurzame voedselketen.